Radicalisering en jihadisme komen ook in Arnhem steeds hoger op de politieke agenda te staan. Deze week liefst 4 onderwerpen in de gemeenteraad die hieraan te relateren zijn. Wij spraken met burgemeester Ahmed Marcouch, VVD-raadslid Rebin Maref en Denkverenigd Arnhem-raadslid Yildirim Oesta. Nou, radicalisering, jihadisme is al lange tijd een onderwerp in Arnhem. We hebben in het verleden een aantal jongeren gehad die vanuit Arnhem uitreisden naar Syrië. En we zien natuurlijk ook jongeren waar je alert op moet zijn, waar je waakzaam op moet zijn, omdat ze aan het radicaliseren zijn. Ja, een van de punten vanavond was de ruim 4 ton die ter beschikking gesteld wordt aan de gemeente door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Nou, die valt binnen uw portefeuille. Even netjes aangeven in het uitvoeringsplan aanpak radicalisering Arnhem 2018 hoe dat besteed kan worden. Kunt u even kort uitleggen wat u met dat geld gaat doen? Ja, wat we gaan doen is natuurlijk in de eerste plaats met politie en justitie individuen op de huid zitten die een risico kunnen zijn voor onze veiligheid in Arnhem. En tegelijkertijd zeggen we, je moet ook investeren in jongeren die nog niet zodanig geradicaliseerd zijn dat ze meteen een gevaar zijn, maar wel een gevaar kunnen worden. Dus dan kun je denken aan het aanspreken van opvoeders, met het onderwijs activiteiten ontplooien, maar ook met de Islamitische Gemeenschap. Die zien die jongeren vaak het eerst sneller. Ook die hebben een verantwoordelijkheid. Naar aanleiding van de verdachte financieringstromen vanuit het buitenland richting moskeeën ligt er een initiatief van de VVD-burgemeesters uit Den Haag en Dordrecht voor de wet integrale aanpak ongewenste financiering, voor meer openheid en informatiedeling tussen landelijke en lokale overheden. Deze week werd een motie aangenomen welke burgemeester Marcouch opdraagt zich hierbij aan te sluiten. Deze motie werd mede ingediend door VVD-raadslid Rebin Maref. Arnhem was in principe niet betrokken bij de radicale moskeeën. Die waren in Arnhem niet van toepassing. Waarom dat toch juist onze burgemeester daarin mee laten denken? Ik denk dat het goed is ook om Arnhem, als Arnhem op de voorgrond, dus voordat die wet er komt, om het mee te denken. Ook die kennis en ervaring die wij hier hebben mee te brengen bij het vormgeven van die wet. En dan kunnen we ook achteraf met een geruster gevoel naar die wet kijken en die wet oppakken. Misschien goed even voor de duidelijkheid, het gaat hierbij niet alleen om moskeeën, hè? Misschien goed om even te benoemen. Nee, absoluut niet. En dat is ook de reden dat wij wel voorstander zijn van die wet. Het gaat niet alleen om moskeeën, het gaat om buitengebedshuizen, het gaat ook om bijvoorbeeld motorclubs en andere verenigingen. Het gaat erom dat wij verwachten transparantie. Inderdaad, de Syriëgangers, jihadisme, dat is natuurlijk een belangrijk fenomeen waar wij ook van vinden dat dat ook keihard aangepakt moet worden en daar genoeg middelen moet voor zijn. Daar staan wij als partij natuurlijk hartstikke voor. Waar het gaat om ongewenste financiering uit het buitenland, is er natuurlijk een best wel een tricky onderwerp in de zin van, ja, hoe stel je die normering vast? Hè? Gaan de inlichtingendiensten, hè, die doen hun taak. En wij zijn ook ervan overtuigd dat de inlichtingendiensten hun taak ook goed uitvoeren. Daar gaan wij ook vanuit. Dus daar hebben wij in principe vertrouwen. Dus wij vonden in de Arnhemse context dat de Arnhemse moskeeën, die stonden ook niet op die lijst die eerder werd gepubliceerd door het NRC. Hè, onze burgemeester heeft er natuurlijk ook over uitgesproken, dat hij hartstikke blij was dat onze moskeeën er nu op stonden.